Jonge ondernemers uit Gent zijn de wereld aan het veroveren met de eerste opvouwbare kano. Dus een kano die je origami gewijs kunt samenplooien tot het formaat van een reiskoffer en dus overal kunt meenemen. En ze financieren hun project via crowdfunding, dus veel mensen die allemaal een stukje meebetalen. Dit is Otto van de Stenen en dit is een kano. Het is te zeggen bijna, want het gaat om een opvouwbaar exemplaar dat je zelf gemakkelijk in elkaar kan zetten als een soort origamiboot. Ik doe er ongeveer een kwartiertje over om hem in elkaar te steken. Uiteraard komt de handleiding bij, maar het is zeker niet moeilijk als een tent opzetten. Otto en een vriend zijn fervente kanovaarders, maar een kano vervoeren of thuis een plaats geven is niet simpel. Ze hebben daarom 4 jaar aan dit opvouwbare exemplaar gewerkt. Eigenlijk vooral voor mensen dat niet heel graag zouden willen kano varen, maar niet de plek hebben of manier om die boot te transporteren naar het water toe. Veel mensen in de stad hebben niet zoveel plek meer en een kano is dan nogal iets moeilijks. Maar deze wou het op gewoon tot een kleine valies op lukken, dus hier hebben we echt wel de oplossing. Het materiaal is speciaal voor de opvouwkano, ontwikkeld door de KU Leuven. Het ontwerp hebben ze zelf gemaakt. Hij is nu in voorverkoop gegaan via Kickstarter, een website voor crowdfunding. Als genoeg mensen hem bestellen, dan begint de massaproductie. Voor €995 heb je er één, even stevig als een gewone kano. Het is polypropyleen plastic, maar we gaan daar heel speciale dingen mee doen, waardoor dat plastic eigenlijk enorm sterk wordt. En eigenlijk ook wat heel leuk is, is de kano heeft honingraad celletjes binnenin, waardoor die boot eigenlijk zelfs als hij vol met water zou zitten, nooit zal kunnen zinken. Het is gevaarlijk om te zeggen, maar hij is eigenlijk onmogelijk te zinken. Er komen ondertussen bestellingen van over de hele wereld binnen. Nooit.